De heer Dassen van Volt. Ja, voorzitter, escalatie na escalatie vanuit Rusland. En je ziet dat Rusland de banden aan het verdiepen is met Noord-Korea, met Iran. En dat die landen ook daadwerkelijk in staat zijn om flink te leveren aan Rusland. Tegelijkertijd zie je dat het Westen minder in staat is om de steun aan Oekraïne te geven die nodig is. En ik hoorde de minister net zeggen dat dat niet aan Nederland ligt, maar wel aan andere landen. Die het kinderslotje erop houden of die niet in staat zijn om voldoende te leveren of die hun steun afschalen. Is het dan ook niet noodzaak, vraag ik via u voorzitter, dat de minister nu vanuit de NAVO een spoedberaad bijeenroept om te zorgen dat dit opnieuw op de kaart komt te gaan en dat er ook een sterk signaal vanuit de NAVO richting Poetin klinkt? Voorzitter, ik heb onder andere opdracht gegeven deze dagen om te zorgen dat naar aanleiding van de berichten over Noord-Koreaanse troepen die aan de Russische kant zouden gaan meevechten, opdracht gegeven om daar specifieke aandacht voor te vragen in de EU, in de Political Security Committee, in de NAVO, in de VN en anderszins. En dat thema is ook daar al aan de orde. U zag het aan de tweet van de secretaris-generaal van de NAVO, maar wij gaan er ook specifiek aandacht voor vragen. Ik wil wel zeggen dat er is wel degelijk vanuit het Westen stevige steun voor Oekraïne en die zie ik en die blijf ik ook zien. Ik verwelkom bijvoorbeeld het G7-akkoord en de EU-opvolging daarvan, nu ook de instemming van het Europese parlement om totaal tot maximaal 35 miljard euro aan leningen beschikbaar te stellen aan Oekraïne. Het laat zien dat we ambitieus zijn, die passen bij een pakket dat de G7 heeft afgesproken, $50 miljard, en dat komt uit de geïmmobiliseerde, het bevroren Russische centrale bank te goede, daarvan de winsten die daaruit worden getrokken. Dat is een creatieve wijze waarop we kunnen kijken hoe we die steun aan Oekraïne echt maximaliseren. En ik heb in augustus, voorzitter, gevraagd aan de Commissie van Advies in Zaken Volkenrechtelijke Vraagstukken wat de mogelijkheden zijn ook voor de confiscatie van dat soort staatstegoeden zelf. Ik zeg er wel bij, uit die 35 miljard, in totaal $50 miljard, kan heel veel aan steun voor Oekraïne worden geleverd. Het is wel buitengewoon complexe materie. Als het gaat over die financiering, dan heb je dus al die G7-leden nodig. Heb je die consensus nodig en die is er niet vanzelf. Maar dat is typisch iets waar we aan werken en waar we aan blijven werken. En de heer Dassen kan wat dat betreft gerust zijn. Maar voorzitter, dat ben ik niet. Want het verhaal van de minister klinkt voor mij ook een beetje als we doen er alles aan. De operatie in dat opzicht is geslaagd, maar de patiënt is uiteindelijk toch overleden. En daarom ben ik benieuwd hoe deze minister ervoor gaat zorgen dat de urgentie ook politiek gezien hoger op de kaart komt. En daarom vraag ik ook, van, moet er niet een spoedberaad komen? Moet er niet meteen duidelijk een signaal komen vanuit de NAVO of vanuit de Europese Unie? Deze escalatie gaat ons te ver en wij acteren daarop, wij handelen daarna. Want dit zijn allemaal zaken die al lopen. Maar er is nu een escalatie. De minister spreekt er zelf van. De secretaris-generaal van de NAVO spreekt over significante escalatie. Ja, ja. Dus laat dan zien wat het antwoord is. Daartoe wil ik de minister graag oproepen. Ja, voorzitter. Nogmaals, ik zie dit als steun aan het beleid. Want ik heb en vraag aandacht in de EU, in de NAVO, in de VN, specifiek voor deze escalatie door middel van Noord-Koreaanse leveranties. We wisten al dat er wapenleveranties waren, maar er zijn dus nu ook berichten van troepenleveranties aan Rusland voor inzet in de oorlog in Oekraïne. Wij doen dat ook waar het gaat om andere landen die Oekraïne bevoorraden. Kijk ik bijvoorbeeld naar Iran, wat recentelijk niet alleen drones en dronefabrikage aan steun aan Oekraïne heeft geleverd, maar ook korte afstand ballistische raketten. Die zijn geleverd, hebben we bewijzen van. En ja, we hebben er als Nederland een voortrekkersrol gespeeld in de EU, zodat er afgelopen week een pakket is aangenomen van sancties tegen Iran, extra sancties, specifiek vanwege dit geval. Dus wij zijn actief, we blijven actief en we blijven ook internationaal aanspreken, voorzitter.